Het was 11 november 2011, een koude nacht in de stad Bengaluru. De ijskoude nachtelijke bries drong de slaapkamers van de gezinnen in de stad binnen. Maar wat deze nacht anders maakte dan alle anderen was het geschreeuw van Nadia tijdens haar bevalling. Wat ze op het punt stond ter wereld te brengen, zouden dokters doen schreeuwen. Nadia had moeite met de intensiteit van haar weeën en viel bijna flauw van de pijn. Haar man Rahul was op zakenreis en zou de volgende dag pas aankomen. Ook was de uitgerekende datum van Nadia pas over 2 weken. Maar op dat moment wist ze dat de bevalling begonnen was. Binnen enkele minuten werd ze omringd door haar buren die er alles aan deden om haar zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Dit was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. De uitdaging was het niet het ontbreken van een voertuig, maar eerder hoe ze haar uit het huis en in de al wachtende auto konden krijgen. Nadia was hoogzwanger en haar buik was 2 keer zo groot als normaal. Haar laatste echo in het ziekenhuis had uitgewezen dat ze 8 baby's in haar baarmoeder had. Ze moesten dus extra voorzichtig zijn. Om het nog wat moeilijker te maken, kon Nadia zich helemaal niet bewegen. Zelfs ademhalen was al moeilijk. Na ongeveer 25 minuten slaagden haar buren erin haar in de auto te krijgen, waarna ze rechtstreeks naar het ziekenhuis reden. Nadia beet onderweg hard in haar autostoel. Ze worstelde met haar bewegingen, de pijn en de vreselijke angst die ze had voor de bevalling die zou komen. Haar mobiele telefoon rinkelde luid, maar Nadia besteedde er nauwelijks aandacht aan. Ze was immers met zichzelf bezig. Het telefoontje was van haar man, Rahul, die waarschijnlijk al op weg naar huis was. Het volgende telefoontje kwam van haar jongere zus, Selma. 2 jaar geleden verkeerde Selma in dezelfde positie als Nadia. Gelukkig voor haar was Nadia toen bij haar in de auto om haar zus te helpen en te troosten. Selma was bevallen van gezonde tweelingjongens. Nadia hoopte op hetzelfde. Nou ja, niet op allemaal jongens. Selma belde maar liefst 13 keer alvorens Nadia opnam. De stem van Selma klonk aan de andere kant zodra Nadia opnam. Waar ben je nu? Je man heeft gebeld. Waarom neem je je telefoon niet op? Vroeg Selma. Ze zweeg even snel als ze de vraag had uitgesproken, in de verwachting van een onmiddellijk antwoord. Nadia noemde fluisterend de naam van het ziekenhuis en haar zus raadde dat ze onderweg was om te bevallen. Het gesprek eindigde onmiddellijk. Tegen de tijd dat ze bij het ziekenhuis aankwamen stond Selma al te wachten. Het ziekenhuis had ook geanticipeerd op de bevalling en was alert om op de situatie in te spelen. Nadia werd onmiddellijk naar de kraamafdeling gebracht. Een team van verpleegsters stond aan haar zijde, want ze verwachtten in de komende minuten te bevallen. Maar de gruwelijke weeën duurden 1/2 uur, zonder baby in zicht. Een paar minuten later kwam Rahul binnenstormen. Zijn panische stem vulde de hal tot hij naar Nadia's afdeling werd gedirigeerd. Hij rende naar het bed van zijn vrouw en stelde een heleboel vragen. Nadia kon er geen enkele beantwoorden, want ze kreunde onder de pijn van de weeën en liet Selma voor haar spreken. Regelmatig kwamen de dokters binnen om Nadia te onderzoeken, waarna ze vrijwel onmiddellijk weer verdwenen. Deze procedure ging geruime tijd door. Rahul was het stilzwijgen beu en ging naar de dokter om te informeren naar de toestand van zijn vrouw. De dokter antwoordde dat de situatie van Nadia precair was en dat de baby's niet tegelijk naar buiten zouden, of liever gezegd wilden komen. Ze moesten wachten op de perfecte gelegenheid. 1 verkeerde stap zou het leven van de baby's en de moeder in gevaar brengen. Rahul zakte in zijn stoel nadat hij die woorden had gehoord. Hij vroeg zich af hoe hij dit nieuws subtiel aan zijn vrouw zou onthullen zonder haar verder van streek te maken. Rahul had dit soort situaties alleen in films gezien, maar dit was het echte leven. Terwijl hij terugging naar zijn vrouw, kwam hij langs een andere kamer en ving een glimp op van een moeder die haar pasgeborene in haar armen wiegde. De aanblik was hartverwarmend en gaf hem een beetje hoop op een veilige bevalling van zijn vrouw. Vrouwen hadden immers al sinds mensenheugenis baby's gekregen. Waarom zou het voor Nadia anders zijn? Zijn hersenen registreerden de gedachte nauwelijks voordat het antwoord opdook. Zijn vrouw verwachtte niet 1, nog 2 of 3 kinderen, maar 8. De dokters hadden meerdere malen uitgelegd dat haar bevalling uiterst moeilijk en gevaarlijk zou zijn, zowel voor Nadia als voor de baby's. De gedachte dat er iets ergs zou gebeuren met de liefde van zijn leven of zijn ongeboren kinderen deed hem huiveren. Op dat moment, onder de druk van zijn angsten, had Rahul het gevoel dat hij zelf weeën kreeg. Plotseling klonk de stem van Nadia door het hele ziekenhuis. Rahul haastte zich naar haar afdeling, het ergste vrezend. Bij hem was een team van verpleegsters en de dokter die hij zojuist gesproken had. Ze controleerde Nadia terwijl ze bleef kreunen van de pijn.
Rahul keek hulpeloos toe en wisselde bange blikken uit met Selma. Na een paar minuten vertrokken de dokter en de verpleegsters zonder dat er iets noemenswaardigs was vastgesteld. Voordat ze dat deden, nam de dokter Rahul apart en zei tegen hem: "Bereid je voor op het ergste. De veiligheid van je vrouw is verzekerd, maar voor de kinderen kunnen we niet hetzelfde beloven." Na deze woorden werd Rahul bevangen door een oorverdovende stilte. Hij liep terug naar de kamer en deed zijn best om de sfeer van hoop die Selma al aan het creëren was, in stand te houden. Maar hij was niet snel genoeg om zijn bezorgde blik te verbergen voor zijn schoonzus. Een paar uur later begroette de warmte van de ochtendzon de vermoeide gezicht op de afdeling. Nadia sliep vast. Ze had een ruggenprik gekregen, een medicijn dat helpt bij de pijn van de weeën en waardoor de aanstaande moeder eindelijk kon ontspannen na uren pijn. Selma was naar huis gegaan om zich om te kleden en had Rahul alleen achtergelaten op de afdeling. Zijn hele lichaam deed pijn van het slapen in de stoel. Terwijl hij zat, kwam Selma de kamer weer binnen met een paar familieleden van Nadia. Rahul was opgetogen hen te zien. Nu er genoeg ogen zijn om Nadia in de gaten te houden, kon hij tenminste een luchtje gaan scheppen. Op weg naar buiten stopte hij bij de dokter om wat vragen te stellen. "Hoe word ik vader van 8 kinderen tegelijk?" vroeg Rahul. De dokter glimlachte naar hem en antwoordde: "Op dezelfde manier als je vader wordt van 1 kind." "Maar deze keer moet je alles wat je doet 8 keer herhalen," antwoordde de dokter. Beide mannen lachten om het antwoord. Ze praten nog enkele minuten voordat een verpleegster binnenstormde. "Ze staat op het punt te bevallen," zei de verpleegster opgewonden. Rahul viel bijna van zijn stoel bij dit nieuws, maar de dokter stond zelfverzekerd op. Als er 1 ding was dat vaak gebeurde op de kraamafdeling, dan was het wel de onverwachtheid waarmee elk nieuws kwam. Niemand wist het beter dan hij. Ze haastte zich naar de kamer van Nadia en rolde haar snel de kraamkamer in. De volgende uren voelden als een eeuwigheid. Het geschreeuw van Nadia maakte Rahul bang. Hij zakte weg in een van de stoelen terwijl Selma rondliep. Na een tijdje hoorde de familie de eerste kreet, toen nog 1 en nog 1 en nog 1, tot het er 9 waren en niet 8 zoals verwacht. Rahul was stom verbaasd. Hij had geen 9e kind verwacht en toch waren de verrassingen nog lang niet voorbij. Rahul merkte dat de dokters en verpleegsters nog druk bezig waren in de verloskamer. Hij wendde zich tot Selma en vroeg: "Wanneer houdt het op?" Ze glimlachte en antwoordde: "Zijn haar waarschijnlijk aan het schoonmaken. Het zal nu wel snel afgelopen zijn." Net toen de woorden haar mond verlieten, hoorden ze de dokters op de afdeling schreeuwen. Het was een schreeuw van vreugde en verbazing. Rahul en Selma keken elkaar een beetje verward aan. Een verpleegster kwam plotseling naar buiten en schreeuwde: "Gefeliciteerd, je vrouw perste 10e kind eruit." Selma gilde van de vreugde, terwijl de mond van Rahul wijd open viel. Ze hoorde het gehuil van de 10e baby en, net toen ze dachten dat het voorbij was, klonk ook het gehuil van het 11e kind. Er was een oorverdovend lawaai in het ziekenhuis die middag. De mensen waren allemaal blij, samen met Rahul en zijn vrouw. Het was de eerste keer dat het ziekenhuis zo'n geboorte meemaakte. De dokter herinnerde Rahul er nogmaals aan dat hij alles wat hij voor zijn kinderen deed niet 8 of 9, maar nu 11 keer moest herhalen. Een zwangerschap zoals die van Nadia gebeurt niet elke dag. En daarom waren zelfs de dokters, ondanks hun jarenlange ervaring, behoorlijk opgewonden. Niemand weet echter zeker of dit verhaal 100% waar is of niet. Geen enkele gerenommeerde krant of officieel persbureau heeft de echtheid ervan kunnen bevestigen. Niettemin, felicitaties aan Nadia en haar familie als ze inderdaad al deze kinderen heeft gebaard. Hoe zou jij reageren als je van het ene moment op het andere een ouder van 11 kinderen zou worden? Vertel het ons in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.